Beste kijkers, welkom bij Wij zijn van de Partij. Een programma waarin ik in gesprek ga met mensen die de Hardenberg in de gemeenteraad vertegenwoordigen of dat graag zouden willen. Wie zijn zij? Wat fascineert hen aan de politiek? En wat hopen zij daarin te bereiken? Dat zijn een paar vragen waarop ik antwoord hoop te krijgen. Ik ben Geke Lensen, gespreksleider in deze met EI. Let's go! Fantastisch trio vanavond aan tafel. Ja. Een kort voorstellen. Aan mijn rechterkant Rijn Jonkhans, Partij van de Arbeid, zittend raadslid. Naast hem Annie Kelder van Opkoers.nu, ook zittend raadslid. Ja. En naast Annie nieuwkomer Bert Hutten van de SGP, ja, die voor het eerst mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Welkom. Dank je wel. Geweldig. Om maar met Annie te beginnen. Ja. Je bent tenslotte toch nog van de generatie dames gaan voor, hè? Zullen we maar zeggen. Annie, vorige week pas eigenlijk hebben jullie de kandidatenlijst vastgesteld, hè? Ja. Opnieuw lijsttrekker voor Opkoers.nu, ja, bij de komende raadsverkiezingen, moet ik, ja, zeggen. Ja. Had je er nog weer zin in? Was 12 jaar nog niet lang genoeg? Nee. Nee? Nee, ik had er hartstikke veel zin in. Ja, ja, toch? Ja, zeker, ja. Maar ja, ik vind het hartstikke mooi. Mooi werk om te doen. Heel veel mensen spreken. Mensen spreken mij aan. We hebben, ja, allerlei dingen die we dan voor een ander kunnen betekenen. En dat vind ik nog altijd mooi. Ja, dat is nog, ja, nog altijd leuk om te doen. Ja. Ja. Maar je zegt wat voor mensen kunnen betekenen. Ja. Heb je enig idee, wat heb je de afgelopen 12 jaar voor mensen kunnen betekenen in de gemeente Hardenberg? Heb je daar een voorbeeld van? Nou, het is eigenlijk begonnen met de robuuste verbindingszone. En dat was wel een heel heikel traject. En ik ben blij dat dat van de baan is gegaan. Ja. En nou ja, dat is ook door toedoen van ons, omdat we daar en veel aandacht aan besteed hebben en veel vragen over gesteld hebben en laten zien dat mensen in de buurt hier niet mee overweg konden. Nee. Dus, en dat is voor ons nou belangrijk om dat ook in beeld te brengen bij de raad, bij de college, zodat ze ook beseffen wat ze aan het doen zijn. Kijk, en dat is steeds weer de vraag bij elke zaak, bij elk ding wat we tegenkomen van nou, hoe, wat voor impact heeft dat op onze inwoners van, ja, van Hardenberg? Een robuuste, ja, verbindingszone. Ja, dat was één ding wat, ja. Dus dat, ja, is wel een succes van de, ja, partij geweest? Ja, dat is zeker succes betreft geweest, ja. Oh, okay, ja. Nou ja, het laatste was de verlaging van de hondenbelasting. Ja. We hebben gezorgd dat Balderhaar, de grensovergang bij Balderhaar, open bleef. Nou, ja. Ook een succesnummer, ja, van Opkoers? Ja. Oh, van de hele raad een beetje. Nou, volgens mij toch wel iets meer van Opkoers, want we hebben wel aangebracht dat dat moest. Dus ja, Rijn, ja. Rijn kaart het aan van de volledige raad. Jij zit net als Annie ook al 12 jaar, ja, in de politiek. Ik geloof, nee, dat jullie, ja, tegelijk begonnen zijn, hè? Nou, Annie was nog wat eerder. Ik was Annie nog wat eerder, ja, ja, ja. Bij de PvdA. Ja, ja. Ik ben in 98 in de raad gekomen. Okay. En in 2005 ben ik begonnen met Opkoers. Opkoers, hè? Ja, ja. Opkoers.nu, ja, ja, ja. Oké, okay, ja, dus jullie kennen elkaar ook nog van voor. Ook nog, ja, ja. Vroeger, ja, partijgenomen. Ook dat, en zelfs, ja, daarvoor nog, tenminste, ja, niet in nog contact, maar ik kende Annie wel vanuit Radewijk, want daar, ja, ben ik geboren. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. En je hebt er ook nog steeds zin in, na zoveel jaar. Ik heb er nog steeds zin in, ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk werk. Ja? Ja. Ook om dezelfde reden wat Annie zegt. Ja, nou ja, ik zat toen je dat die vraag stelde aan Annie, toen denk ik van hoe zit dat bij mij? Maar uiteindelijk is nog, vind ik nog steeds hetzelfde als waar ik, waarom ik er ooit aan begonnen ben. Is van, ja, anders zit je bij verjaardagen en feestjes of aan de borreltafel. Nou, wat te mopperen en dit en dat. Nee, denk ik, ben zat. Ik ga het gewoon eens ik ga het zelf doen. Ja. Ja. En dat was het idee.
En dat is toen gelukt. En het is nog veel leuker dan ik dacht dat het was. Dus oh ja, is het zo? Ja, vind ik wel. Maar je leert er ontzettend veel van. Dat is nog steken voor mij. Oh, ja, ja, zeker. Ja, hè? Leuk, hè? Ja. Ja. Ja, maar je steekt er ontzettend veel van op. Je gaat op een heel andere manier ook naar je omgeving kijken. Je let ook veel meer op wat de fout is, terwijl anders dan ja, je dobbelt maar wat door. En, maar je zegt, ik zat voor die tijd te mappen op een verjaardag, bewijzen van. Ja. Dus je kan je wel voorstellen dat gemopper nu ook wel is gebeurd. Ja, tuurlijk. Op verjaardagen, ja. Feestjes, ja, op, ja, de, ja, dat zeker. Op alle besluiten die de gemeente neemt. Natuurlijk, ik bedoel, van, dat is ook logisch. Van als er ergens een besluit die je kunt. Hoe goed de democratie ook werkt, je kunt het natuurlijk nooit iedereen uit zin maken, want nee. Zo werkt de democratie ook. Het is zeg maar de meerderheid beslist, maar wel met inachtname van de belangen van de minderheid. Maar het geeft ons wel de gelegenheid om te vertellen hoe mensen het beleven. Ja. Iets wat het college bedenkt, of wat we soms ook zelf bedenken als initiatiefvoorstel. Dat is dualisme toch eigenlijk. Maar daar kun je dan je gevoelens ook duidelijk weergeven van hé, hey, dat speelt er ook, hou daar ook rekening mee. Of ja, dat is heel... En dat triggert mij zo, om het toch door te doen. Om toch door te doen. Ja, ja. Nou staat Rijn tweede op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. En vergeef me dat ik het zeg, maar als de Partij van de Arbeid net zoveel klappen krijgt als bij de landelijke verkiezingen, moet je misschien wel vrezen voor je zetel. Hoe kijk je daar zelf naar? Dat weet niemand. Dan zouden we het al weten hoe we geen verkiezingen te houden. Nee, dus dat daar gaan wij niet vanuit. Ik bedoel, als je ook naar de peilingen kijkt, we krabbelen wat op. En eerlijk is eerlijk, ik bedoel, van, je kunt als een partij met ook landelijke wortels, kun je nog zo je best doen, maar als het niet goed gaat in Den Haag, dan hebben wij er ook last van. Ja. Tuurlijk is dat, kun je daar lokaal ook wat aan doen, en dat doen we ook zeker een hoop aan, voeren we ook campagne op. Maar we zien dat het opveert en ik denk ook, we hebben vorig jaar ook een folder bij iedereen thuis bezorgd om aan te geven van, goh, wat waren wij van plan, wat hebben we opgeleverd. En dan kunnen mensen ook zelf oordelen van of wij daar dat zijn nagekomen. Ja. Ja. Dus je hebt er wel goede hoop op. Ik heb een goed vertrouwen. Ik heb wel het gevoel dat we het toe doen. Ja, nog steeds. Ja, absoluut. En dat je hetzelfde aantal zetels haalt als de vorige keer? Ja. Of gaan jullie voor meer misschien? En dan kijk ik even naar mijn buurman. En dan zou ik bijna zeggen iets meer. Maar dan deel voor lente. Dus, Nou ja, je weet het niet, hè? Je hebt ook twee zetels meer te verdelen, hè? Ja. Dat hoeft niet te kosten gaan van. Nee, dat is waar. En meneer Hutten. Ja, daar komt er extra bij. Ja. U hoort nu zo'n beetje het commentaar van uw misschien wel toekomstige fractiegenoten. Nou, niet fractiegenoten. Nee, maar wel raadsgenoten. Ja, want u bent lijsttrekker van de SGP, gaat voor het eerst meedoen. Ja. Wat was nou het moment, heb ik me afgevraagd, wat was het moment dat u dacht, ik mis iets in die politiek in de gemeenteraad? Daar moet een afdeling van de SGP bij komen. Nou, dat moment heb ik zelf niet zo gehad. Ik had wel steeds vaker, de landelijke politiek volg ik. Dat vind ik interessant. En op weg naar mijn werk elke keer de radio aan, dan hoor je nieuwsberichten over eenzaamheid die groter wordt in Nederland. En dan flitst het wel door me heen. Dan heb ik de laatste jaren meer dan eerder. Waar dat toe komt, weet ik niet. En hoe is het dan bij ons in Harderberg? Hè? Dat voelt wel zo. Hoe is het bij ons in Harderberg? Daar zal ook eenzaamheid zijn. Ik noem maar iets. Ja. En al die andere dingen die dan voorbij komen, die radio, ja, die heb je in Harderberg ook. Dat triggerde mij wel om daarover na te denken. SGP is een landelijke partij en ik geloof een van de oudste landelijke partijen. Die hebben op een gegeven moment Nederland in kaart gebracht. Waar zijn witte vlekken? Ja. Waar dus nog geen SGP-afdeling is. Ja. Nou, kwam Harderberg er ook uit. Ze hebben ook gekeken naar van ja, en
wat is zinvol om erop in te spelen op die witte vlekken. En bleek dat door de jaren heen de SGP qua stemmenaantal groter was geworden, meer was geworden. Ik geloof in 2017 dat we iets van 750 stemmen hadden. Dat zit al dicht aan tegen een plek in de gemeenteraad. Ja, want weten jullie dat? Hoeveel stemmen heb je nodig? Ik dacht dat we tekort kwamen. Bijna 800 dan? Ja, zo rond de 800 is dat meestal, maar het ligt aan de opkomst. Ligt aan de opkomst en hoeveel, de zetelverdeling. Hoeveel totaal stemmen er uitgebracht worden en daar. En dan? Hoe hoger de opkomst, hoe hoger de kiesdeler. Dus jullie hopen. En wij als SGP'ers zijn toch op zich hebben vaak te maken met trouwe kiezers die wel komen. Hè? Ja. Dus dat is wel een achterban die standvastig is. En toen is vanuit de landelijke politiek contacten gelegd met Hardbergers, SGP'ers. En is er een bestuur gevormd. En op een gegeven moment moest. Maar ze zijn bij jou terechtgekomen. Het bestuur ook bij mij terechtgekomen. Omdat ik kerkelijk hetzelfde was van in ieder geval twee van de bestuursleden. En toen zeiden ze, joh Bert, is dat niet wat voor jou? Ja. Ik was al wel een keer naar een vergadering geweest, op de Kleine Belgisch was dat, van de kopstukken van de Tweede Kamer, hè, van de Staaij was daar, die sprak. En ook om te pushen van, jongens, in Hardenberg, kom op, jullie kunnen dat ook doen, SGP, waarom niet? Ja. Dat vond ik dus ook interessant. En oké, toen heb ik niet zo lang nagedacht. Ik hou toch wel van uitdaging. Alhoewel denk ik nu van, waar ben ik aan begonnen? Want er komt heel veel op je af. Maar oké, gewoon rustig blijven. En ik hou wel van uitdaging en van dingen die nieuw zijn. Ook al vind ik het spannend, maar ik heb de ervaring bij mezelf. Ik groei daar wel in en dat gaat ook wel snel. Terug naar wat u in het begin zei, want u zegt onderweg naar mijn werk. U woont in de Krim? Ik woon in de Krim, ja. En wat doet u voor werk daar? Ik geef les in een basisschool en dat is in Nieuw-Leusen. Ja. Tegen de lichtmis aan, een heel klein buurtschooltje, De Meelen. Ook in dat industrieterrein, het hele gebied heet De Meelen. Dus een half uurtje rijden. Ja. Maar ik heb Radio 1 aan, dat vind ik heel interessant, zo vanaf 7:30 morgens tot 8:00. Komt heel veel nieuws voorbij. Ja. En dat vind ik interessant en daar pik je dingen van op. Dat vind ik leuk. En nu die nieuwe uitdaging dus? Nu de nieuwe uitdaging, gemeente Hardenberg, ja. Hoe groot acht u de kans dat de SGP met één of meer zetels in de gemeente Ik acht de kans wel groot dat in ieder geval we één zetel gaan halen. Ja. Dat hoop ik en daar ga ik ook vanuit, ja. En hebt u dan ook een idee ten koste van welke partij dat zou moeten gaan? Nou, dat hebben we het al over gehad, ook binnen welke doelgroep spreek je dan buiten? De doelgroep sowieso van SGP is die SGP stemmen. Ja. We zagen het in Bunschoten ook, kwam ook een nieuwe SGP partij. Ja. Dat zou dan ten koste kunnen gaan van de ChristenUnie. Ja. Maar dat was helemaal niet zo. De ChristenUnie bleef gelijk. En de SGP kwam daar geloof ik met twee raadszetels binnen. Ja. Dus dat hoeft niet per se ten koste te gaan van nieuwe, een partij. Het kunnen ook nieuwe stemmers zijn. Maar we hebben in ieder geval al een basis van SGP stemmers. Als je ziet, zeg maar, door de jaren heen van al dicht tegen de kiesdeler aan, zeg maar. Dus maar, dan kijk je naar de landelijke verkiezingen. Ja. Kijk, plaatselijk deden we nooit Ik denk mee. Toch dat mensen over het algemeen gemeentelijk anders stemmen dan landelijk. Zou dat niet zo zijn? Ik weet niet of dat voor de SGP'ers geldt. Ik weet natuurlijk wel dat SGP'ers, als er plaatselijk niet een SGP is, die gaan kiezen of ze stemmen niet. Maar dan heb je ook geen verantwoordelijkheid. Hè? Nee. Dat toch wel vaak de ChristenUnie gestemd wordt. Denk ik. Maar dus dan zou in dat geval, zo heb ik wel gestemd, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dan zou het in dit geval ten koste gaan van de ChristenUnie. Dat hopen we niet. Maar goed, die staan dicht bij ons. Dus, dus die kunnen we niet. Die kunnen we niet bang maken. Nee. Ik weet ook niet of ze de bang Het gaat gewoon om dat we meedoen en dat we ook ons zegje zeggen en dat we meedenken. En dat wil ik heel graag. Ja. Ik hou van samenwerking, ik hou niet van politiek, dat is een machtsspelletje en noem maar op. Daar hou ik helemaal niet van. Want ik las ook ergens, ik weet niet waar,
Ik denk op de site van de SGP, Bert Hutten is afgestudeerd in bestuurskunde, dus we hebben een stevige kandidaat. Ik heb me afgevraagd, het is mooi natuurlijk dat je die studie dan afrondt, maar is dat maatgevend voor een goed raadslidmaatschap? Nee. Als je bestuurskunde... Nee, heb je niet gewoon... Het was op de bestuursacademie. En ik heb op een gegeven moment vanuit het onderwijs iets anders willen doen. Graag het gemeentehuis in als beleidsmedewerker. En dan wel op onderwijs wel zijn, want dat staat gewoon dicht bij me. Ja. En dan heb ik op de bestuursacademie in Zwolle en ook deels in Amersfoort een studie gevolgd om beleidsmedewerker te kunnen worden. Oh, zo op die manier. En ook wel alle kanten op gesolliciteerd, ook in gemeente Hardenberg nog wel wat stage gelopen. Vanwege mijn studie moest je dan scripties maken en dat soort dingen. Ja. Maar daar nooit werk in gekregen, waarschijnlijk al omdat ik te oud was. Dat is mijn eigen indruk. Ik bleef altijd met nog iemand anders over en dan kreeg je een telefoontje van die andere is toch geworden. Nou, dat heb ik een aantal keren gedaan en toen dacht ik van ik ga basisschool weer in en ik zoek weer onderwijs werk. Ik had op dat moment geen werk en daar ben ik blij om. Ja, precies. De meeste een heel klein schooltje, ik ben altijd grote scholen gewend, maar het is zo interessant en ik kan mijn eigen kwijt. En, ook een kleine school is mooi. Zeker, ik heb wel eens geadviseerd, dan hebben we grote bijeenkomsten van onderwijs in Nieuw-Leusden, komt helemaal op de schop, er komt een grote brede school, van hoe zie je het onderwijs? Ja, als ik nu dat moet zeggen, dan zeg ik de kleine scholen hebben zoveel grote voordelen boven een grote school. Ik zou altijd kiezen voor de kleine school. Ja, precies. Wat is in dit geval dan een kleine school? Dat zijn 40 leerlingen. Ja. Dat is wel heel klein. Dat vind ik wel heel erg klein. Ja. En we groeien. Ja. Ja. Maar het is toch dat er minder kinderen geboren worden en dat scholen even kleiner worden. Ja, dus. Het is ook een buurt wat geen nieuwbouw heeft. Dus je moet, als er een boerderijtje vrijkomt, zeg maar, het is echt een platteland, dan moet je hopen dat daar dan weer een jong gezin in komt. Ja. En we trekken nu van buiten af, omdat we toch ons kwalificeren als een goede school. En dat gaat dan, van mond op mond reclame is de beste reclame, hè? En daar profiteren we van. Even terug naar de politiek, want u zei een paar zinnen terug, uitdaging. Ja. Soms denk ik wel eens, waar ben ik aan begonnen? Ja. Waar is... Ja. Meneer Hutten, waar is die aan begonnen? Rijn. Rijn zei al van, met veel plezier. Het is wel een rollercoaster. Ik bedoel, ik ben al de eerste jaar, was het wel even heel erg wennen van, hoe reageer je er op iets? Want soms, vanwege je eigen expertise, dan weet je iets. Ja. En dan heb je het gevoel van, dan ga ik zeggen hoe het zit, weet je niet? Terwijl er uiteindelijk toch iets is van, dat is aan de wethouder en die moet dat doen. En soms kun je natuurlijk wel eens een keer wat zeggen, maar goed, het is toch een hele andere manier van communiceren met elkaar dan in een normale leven. Vaak wel. Ja, maar is dat een ongeschreven wet? Dat is de cultuur. Je bent zoals je bent en je vraagt zoals je vraagt. Precies, ik hoorde jou vorige week zeggen in één zin, wat gaan we daaraan doen? Nou, geweldig. Elke partij zou er een voorbeeld aan kunnen nemen. In plaats van dat wollige taalgebruik. Ja. In dit geval ging het over de gaswinning. En Annie komt met de één vraag, wat gaan we daaraan doen? Ja, daar zit alles in. Ja. Ja, goed, ik weet niet of je de bijdrage van mij hebt gehoord. Maar ja, ook. Ik heb aangegeven wat je eraan zou moeten doen. Ja. Bedoel, je kunt wel gaan roepen van, jongens, we moeten van het gas af. Ja. En daar ben ik ook hartstikke voor als je de mensen in Groningen ook een dienst wil bewijzen. Ja. Maar dan is er geen licht en dan is er geen verwarming. Dus je zult ook, als je zegt van, we willen dat niet meer of we gaan daar rekening mee houden, zul je dus ook moeten zeggen van, maar dan gaan we ook wat meer werk maken van duurzame energie. Nee, maar dat en klopt. Daar een tandje bij zetten. Nee, maar dat klopt. Maar in dit geval ging het natuurlijk meer om richting de wethouder. Hoe ligt dus even toe, hoe kan het nou dat het gaswinningsplan nu al naar buiten kwam, terwijl wij van niks wisten? Want dat was eigenlijk dan de... Wij wisten wel zoveel. Van dat ze ermee bezig waren, dat er een onderzoek was. En precies, maar het zou nog niet naar buiten komen. Maar toen kwam het al naar buiten. Ja. Toen kwam
Ja, dan moet je vragen, wat ga je daar nou mee doen? Ja. Want helemaal goed. Bedacht, hè? Nee, helemaal daar goed. Daar hou ik dus ook van, hè? Gewoon recht toe, recht aan, gewoon zeggen en de dingen benoemen. Ja. Dus dat gaat u wel veranderen dan in de raad, ja, als je erin komt? Zo ben ik wel. Van nature. Dus onomwonden. Ik volg dan een cursus, dat is dan voor aspirant raadsleden vanuit de SGP. Afgelopen maandag nog een cursusdag gehad, een oefening ook, debatteren. Oh ja, waar kan je die cursus volgen? Ja, dat organiseert de SGP-afdeling, zeg maar. Oké. Okay. Voor aspirant SGP raadsleden. Ja. Nou, dus de vijfde bijeenkomst was dat. Maar wat me opviel, moesten we een debat oefenen. En dat je meteen dus inderdaad die wollige taal krijgt en in die grote volzinnen. En dat op een gegeven moment onze trainingsleider ook zei van, ja, hoe kan dat nou? Je wordt opeens een raadslid, in die rol ga je zitten, je zit op dezelfde stoel waar je normaal gewoon spreekt. Hè? En dan opeens komen die volzinnen en dat jargon komt dan naar voren. Ja. Dan ben je langer aan het woord en dan zien ze je beter. Ja, denken anderen. Ja, maar als je dan vervolgens niks zegt, dan... Krachtig, ja. En ja, niet, nou ja. Maar niet dat blijft. Zeuren. Kijk, die folder van jullie, ik wil ook wat complimenten maken, die folder van jullie die een paar maanden geleden door de bus heeft gedaan, die was kort en krachtig. Ja. Eén zo'n rood foldertje. Dit hebben we bereikt. Ja. Nou, compliment. Ja, dank je. Er is geen lang wollig verhaal, dat is gewoon to the point. Precies. Ja. En daar hou ik van. Ja. Ja. Nou ja, ik herinner mij nog heel goed toen ik 30 jaar geleden voor het eerst naar de raadsvergadering ging en daar verslag van moest doen. Dat ik echt een hele lijst met woorden neergeschreven had die ik niet kende. Dus ik heb echt gewoon zitten, toen nog in het woordenboek, de dikke vandalen erbij. Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Ja. Waar ging het over? Ja. Ja. Nou, was toen de school op de Maar dat zou toch eigenlijk niet moeten? Nee, eigenlijk niet. Hè? Toen de school op de Hoge Weg dichtging, of nou ja, dat we als ouders strijd voerden, hebben we ook ingesproken in de raad. En, nou, dan luisterden we wel wat de rest van de raadsleden zeiden, maar we begrepen niet altijd. Nee. Nou, en dat hebben we ook Maar gezegd. Dat zou eigenlijk niet moeten. En dat zou dus eigenlijk niet moeten. Als je spreekt over die kloof tussen de burgers en de raadsleden, dan moet je de taal van de burgers spreken. Dan moet je duidelijk zijn. Feitelijk, de taal van de burgers spreken. Maar nog steeds duiken er woorden op waarvan je denkt, waar halen ze dat nu vandaan? Ja. Nieuw geboren. Maar goed. Nee, okay. Nou, ik ben een nieuwkomer, dus ik ken woorden. Ik ben heel benieuwd. Dus ik zal ze in eerste instantie niet gebruiken. Ik ben heel benieuwd of je het over 4 jaar dat nog zo doet. Want ik denk dat het erin slijt. Ik bedoel, daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, elke beroep heeft zijn eigen jargon. Ja. Ik bedoel, als ik praat over de lelies, dan ben je mij ook op een gegeven moment kwijt. En als jij gaat praten over school, dan weet ik geheid. Dan komt er een hele vracht afkortingen voorbij. Waarvan ik ook maar naar moet gissen wat het is. Dus. Nou ja, maar jij hebt dan als expertise financiën en ruimtelijke ordening, als ik het goed heb. Nou, in de ruimtelijke ordening, daar kunnen we er ook wat van. Ja, want daar komen afkortingen naar voren. Dat je ook denkt, daar kan een normaal mens geen chocola van maken. Nee, nou, op mijn werk krijgen we ook altijd van in stukken. En geen afkortingen gebruiken, schrijf ze gewoon uit. En dat probeer ik ook in mijn teksten te doen. Van, dus ik heb het ook nooit over de PvdA, maar altijd over de Partij van de Arbeid en meer van zulke soort dingen. Ja, want, precies. Zo weinig mogelijk afkortingen gebruiken, er zijn gewoon woorden voor. Ja, dat is waar. Als we het even over de ruimtelijke ordening, want ik ontkom er dan toch niet aan. Nee. Al die dedemsvaart, we hebben er natuurlijk, jullie hebben vorige week besloten, al die mag niet naar Mercator. Ja. Daar is het niet klaar mee, denk ik. Er komt nog een hele procedure achteraan. De raad heeft besloten, dus de Aldi die kan nog naar de Raad van State toe gaan om het zeg maar aan te vechten. Ja. En de Raad van State zou er dan een streep door kunnen trekken, maar voorziet dat niet? Nee, dat voorzie ik niet, nee. Nee? Nee, want er is geen enkele grond waarop ze dat zou kunnen doen. Maar de Partij van Arbeid heeft ook gezegd van, niet nee, want ik bedoel, we hebben als gemeente hebben we fors geïnvesteerd in het centrum van Dedemsvaart. Dan is het een beetje raar als je daar ook in de straat en in de pleinen hebt geïnvesteerd en je wilt daar de winkels de mogelijkheden scheppen om daar te floreren. Dan is het een beetje raar om een winkel die ook mensen trekt,
om die dan helemaal buiten het dorp te gaan plaatsen. Maar ja, die mensen die komen ook niet in het dorp. Ja, en dat is voor onze reden. Nou, ja, maar als je de ik weet niet of je het verhaal hebt gehoord van de, iemand van de Aldi, ik weet zijn naam zo niet meer, maar dat de afstand, dat dat eigenlijk geen argument is, want de afstand van waar ze nu zitten naar... Nee, maar dat zegt Aldi omdat zij het niet willen. En zij zeggen dan van dat is geen argument. Nee. Maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Delingsvaart is de tweede kern van Hardenberg, maar het is geen wereldstad. Dus de afstanden zijn er ook weer niet zo groot dat je met een auto helemaal van de ene kant naar de andere kant van het winkelcentrum toe moet. Nee, maar als je een lege plek maakt, dan moet er toch wat eigenlijk daar ontstaan. Je bedoelt aan de Julianenstraat Noord? Ja, en als je daar een lege plek van hebt, daar volgen ook anderen die weg willen en die daar ook naartoe willen. En dan heb je, dan loopt het leeg. Dat en dat zou jammer zijn, maar als je naar Koevorden kijkt, dan zie je dat ook in de winkelstraat. Daar trekken ze weg, zitten daar op dat pleintje met allemaal bij elkaar. Ik begrijp dat wel, maar... Maar je kan toch juridisch inbouwen dat alleen de Aldi naar Mercator gaat en verder niet? Dat is bij de N377. Het is niet bevorderlijk voor het centrum van Delingsvaart. Je haalt daar toch, zeg maar, de loop van de mensen weg. De loop, traffic noemen ze dat dan, dat is weg. Maar als je namelijk even boodschappen moet doen en je denkt van, oh, je moet ook nog even naar de HEMA toe. Ja, maar hoe zit dat nu dan met in jouw beleving, met de Aldi nu, die zit nu aan de Julianenstraat, dan heb je toch eigenlijk hetzelfde effect. Ja, nee, maar als je... Het is wel een beetje een uithoek, de Aldi. Het effect is dat ze sneller weer naar het winkelcentrum gaan. Oversteken, heb je Bristol en zo, zulke zaken daar. Ja, precies. Ja. En als je de Aldi weghaalt, gaan ze ook niet naar de overkant naar de Bristol. Dan ga je door. Jullie zijn niet bang dat de Aldi nu uiteindelijk gaat zeggen, nou goed, als we dan toch echt helemaal niks kunnen, dan gaan we helemaal uit. De wethouder heeft gezegd dat ze mochten komen praten met hem. Dus er zal ergens nog wel iets te regelen zijn. Ja, heb je nog goede hoop op dat de partijen nog wel weer... Ik ga ervan uit dat de Aldi een volwassen organisatie is die niet kinderachtig gaan doen. Nou, als ik mijn zin niet krijg, dan doe ik niet meer mee. Zo zit het niet in elkaar. Die willen gewoon geld verdienen. En als zij op deze plek geld kunnen blijven verdienen, misschien wat minder dan op het Mercatorplein. Maar goed, wij zitten er niet om de winst van Aldi te maximaliseren. Nee, wij willen graag dat Delingsvaart een fijn dorp is om in te wonen en waar voldoende winkels en voorzieningen zijn en met ook keuze. Maar ook voor in het belang van de bewoners van Delingsvaart. Ja, en die hebben toch in grote getalen een petitie ondertekend van Aldi naar Mercator. Wil ik je dan wel even aan herinneren. Ja, maar daar zit de Lidl toch ook? Waar? Nou, aan de andere kant. Het is niet op Mercator. Nee. Dat zit meer... Maar goed, we lossen die problematiek hier ook niet op. Maar ik denk, we hebben daar van alles nu gedaan. Dat we even een pas op de plaats moeten maken om te kijken, wat is nou de uitwerking? Want het parkeren, daar heb ik ook al wel geluidjes van gehoord dat het nog niet zo geweldig is. Dus laten we even wachten voordat we hele grote veranderingen gaan maken. Maar kijk wat echt nodig is. Ook voor de inwoners, want die inwoners die kunnen dat ook zelf aangeven. Dan kunnen wij wel bedenken van dit moet of dat moet. Ja, dat hebben ze natuurlijk al min of meer aangegeven, hè? Ja. Maar bedoel, die discussie is voor jullie denk ik nu wel klaar met de besluitvorming, toch? Ja, voor ons wel, ja. Denk ik, hè? Hij is klaar. Ik bedoel, het was vorige week een hamerstuk. Ja. Dus dat is klaar. Ja, precies. Dus daar komt niet weer terug. Dat komt niet weer terug. Wat komt er volgens Annie Rijn, maakt me niet uit. Wat is de komende 4 jaar het issue in de gemeente Hardenberg? Waar gaan we het vooral over hebben? Wat zijn speerpunten? Wat de Partij van Arbeid betreft, ik denk dat armoedebestrijding dat een hele belangrijke voor ons is. Basisinkomen gaan we mee verder. We hebben afgelopen jaar een hele goede, mooie conferentie gehad daarover. En daar is aangekondigd dat we een experiment gaan beginnen. Nou, daar is René de Vent, onze wethouder, nu druk mee bezig om dat voor te bereiden. Ja.
Dus ik denk dat dat is een heel belangrijk punt. Zou je zelf mee willen doen aan zo'n experiment? Ja, ik denk het wel. Maar kijk, je hebt ermee verschillende gradaties. Het oorspronkelijke idee was dat iedereen het zou krijgen. Ja. Maar daar kom je nu wel van terug, want nou, als je dat, dan is het ook geen experiment meer, want dan voel je het gewoon niet. Dus nu wordt er gezegd van, goh, misschien is het toch handiger om eerst een experiment te gaan doen. Ja, nou. Ja, en dan wil men dat vooral met uitkeringsgerechtigden, ja. Heb ik begrepen. En, ja. Maar goed, stel dat er dus inderdaad een experiment zou komen waar iedereen mee kan doen, dan zou je daar wel voor gaan? Ja, nou, je zult het natuurlijk altijd moeten bekijken onder welke voorwaarden. Maar ja. ik denk dat wel dat het heel goed is om dat te doen. Want ja. het is namelijk een oplossing voor het rondpompen van heel veel geld. Ja. En als je dus op zo'n manier dat kunt voorkomen en mensen toch zeg maar perspectief kunt geven. Dus stel je bent 55 plus en je hebt geen baan meer. En je moet solliciteren en je hebt dan weer een gesprek met de sociale dienst en dan dit en dat en zus en zo. Iedereen zit je op de huid, terwijl het heel lastig is om werk te krijgen. Ja. Nou, dan denk ik van als je dan een basisinkomen hebt, dan bespaar je de kosten van al die mensen die er omheen zitten. En zo iemand die kan zeggen van ja, maar goed, ik kan dan gaan solliciteren op een gegeven moment dat ik een mooie baan zie, ja. Maar word ik het niet. Nou, dan heb ik nog altijd mijn vrijwilligerswerk, want ik geloof er niet in dat mensen achter de geraniums gaan zitten. Mensen gaan dingen doen. Ja, nou ja, dat doen ze, maar dat doen ze nu ja. ook al ja, natuurlijk. Ja, faciliteren natuurlijk, hè. Dus ja. aanbieden, zou je ja. meedoen met zo'n experiment met een basisinkomen? Ja, want dat vinden wij dus ook wel best wel belangrijk als SGP. Okay. Ja, armoedebestrijding en een basisinkomen en inderdaad het rondpompen van mijn geld, dat is hem niet. Nee. En ja, lukt dat niet met het werk, dan zijn wij er ook voor om vrijwilligerswerk mogelijkheden te bieden. Ja. Dat is toch in ieder geval, kijk, dan heb je contacten, hè. Ja. Achter je geraniums heb je geen contacten. Nee. Vrijwilligerswerk heb je contacten. En dat is ja. zo belangrijk, ja. ook voor je welzijn. Ja. Ja, hebben jullie het al gevonden? Ja, ja dus wij vinden welzijn en arbeid vinden wij ook een belangrijk punt. Ook een speerpunt voor harde mensen. Dat is mooi zo bloeien. Ja. Geweldig. Ah, ja. ja, nou, ik kijk nog wel een beetje sceptisch ernaar, want ik wil dan wel weten wat, ja... hoe het zich dan gaat uitwerken. Nou, en dan is zo'n project is natuurlijk eerst wel goed om dat even ja, te kijken hoe het uitwerkt. Ja. Ja. Ja, en of je echt die armoedebestrijding daarmee teniet zou gaan doen, dat weet ik niet. Ik durf ook niet te stellen dat je iedereen aan het werk krijgt. Nee. Daarmee zeker niet. Omdat ze dat een basisinkomen altijd achter de hand houden en daardoor denken van nou ja, ik red me ermee. En dat is een gevaar. Dat het maar stimuleert om armoede te bestrijden. Ja, zo moet je het zien. Ja, armoede. Ja. Het is een heel breed complex van allerlei maatregelen die je kunt nemen. Maar ik zie het graag eerst voordat ik oordeel of dat ook wat voor ons is. Maar daarvoor zul je eerst een experiment doen, nou, anders dan kom je er niet achter. Dus nee, denk het niet. Maar dat gaat wel deze komende, deze 4 jaar gebeuren? Er zitten nogal wat haken en ogen aan, tenminste. Dat heb ik wel begrepen van René. Van, je kunt natuurlijk niet zomaar bepaalde René is natuurlijk straks weg. Hè? Maar goed, ik bedoel, kijk, René is natuurlijk het boegbeeld ervan en ook de grote gangmaker. Ja. Maar René doet dat niet allemaal zelf. Daar zitten natuurlijk ambtenaren op het gemeentehuis en die blijven gelukkig wel. Ja. En daar zit de kennis ook hoe je dat zou moeten doen. En dat kun je dus overdragen. Maar het kan ook maar zo zijn dat straks geen PvdA-wethouder meer komt en dat hele plan van dat basisinkomen onder in de la verdwijnt. Nou, als dat gebeurt, heb ik toch het gevoel dat er aardig wat politieke partijen op het vinkentouw zitten die daar wel verder mee willen gaan. Oh. Nou, daar zijn wij dan voor, toch? En, SGP, dat zou kunnen. Zomaar niet, dat is dan een vernietiging van kapitaal en geld. Ja. Dat je dingen zomaar weer het prullenbak ingooit, omdat er een ander poppetje tevoorschijn komt. Wat is behalve het basisinkomen nog een speerpunt, Annie, volgens jou de komende periode? Om echt de leefbaarheid in onze kernen te behouden, want je ziet dat alles wat terugdraait en we moeten daarvoor zorgen dat de mensen die er wonen
het wel naar hun zin hebben. En wat bedoel je, alles terugdraait? Nou, dat het allemaal wat minder wordt, hè. De bank, de pinautomaten weg, ja, dat bedoel je, de winkels nou, dat weg. Dat soort dingen allemaal. Ja. Dat je toch zorgt dat wel een beetje blijft en dat je de ontmoetingspunten in de wijken behoudt en dat je dat kunt ondersteunen. He, dat is voor ons belangrijk, want die ontmoetingspunten, dat is nou juist ook qua eenzaamheid van mensen, ja. Dan kun je dat opvangen door die ontmoetingspunten wat te organiseren en daardoor de mensen erbij te betrekken. Ja. En dan, In dat verband geld goed besteed voor het MFA in de Krim, raadsbreed ondersteund natuurlijk. Ja. Maar, dus een goede... Ja, dat is echt goed. Goede bestemming. Ja. Ik weet gewoon, dat vind ik dus ook heel belangrijk, hè? Die kleine kernen. Hè? Ik heb het ervaren bij ons dan in mijn werk, de kleine school. Hij zou dicht, want we hadden geen 40, we hadden veel minder leerlingen. Ja. Het werd te duur. Maar de ouders kwamen inderdaad ook in opstand van, het is een ontmoetingsplek, vlak het niet uit. Ja. Wij komen nog elkaar tegen en anders is dat allemaal weg. En het is meer dan een school, zeg maar. Als ik naar de ervaring kijk. En dat is een sociaal aspect, wat heel belangrijk heeft gewogen, ook voor het bestuur. En de school blijft open, ook omdat het goede kwaliteit is, maar juist ook vanuit de ouders gezien, ontmoetingsplek en... Als een school weggaat, weet je niet hoeveel dingen er weggaan. Hoe zeg je? Als een school dicht gaat. Oh, als een school dicht gaat. Ja. Je verliest dan meer dan een school. Je hebt een kring van ouders rondom je. Maar het gaat ook voor een dorpshuis, een cultuurhuis of wat dan ook. Ja. Een ontmoetingsplek, een gymzaaltje, wat de Krim nog heeft. Nou, maar dat zijn belangrijke dingen. Ja. En die moet je vasthouden. Die moet je echt vasthouden. Ja. Dus daar gaat jullie en aandacht. Daar gaan we hebben dan voor elke kern hebben we een aantal speerpunten. We overleggen met de dorpen en de wijken en de buurtverenigingen van wat hun speerpunt is. En daar zullen we mee aan de slag gaan om dat ook te bereiken dat het goed verloopt. Ja. Oh, dus dat is wat wij gaan doen. Wat ik bij op koers, dat is even, ik ga even een koerswijziging. wat ik nog graag zou willen weten, want het is een partij zonder omwegen, politiek zonder omwegen, las ik. Yes. Jullie hebben nogal een beetje een woelige tijd achter de rug, wat bestuursproblemen. Kan jij in het kort misschien nog even uitleggen, wat was het probleem binnen de partij? Zonder omwegen dan? Ja, zonder omwegen. Nou ja, het past niet helemaal meer. Maar jullie hebben een volledig nieuw bestuur? Een volledig nieuw bestuur, ja. Helemaal? Alle zaken weer op een rijtje gezet. We gaan weer volop naar rechte koers varen. Nu is het alle bijzonderheden achter je gelaten. Want er is... Ja, maar soms sluipen er gewoon dingen in die je niet wilt met elkaar. En dan moet je dat ook zorgen dat dat toch op de juiste plek komt. En op een of andere manier schijnt dat wel wat bij wat meer partijen aan de hand te zijn dit keer bij de verkiezingen. Want er is natuurlijk toch wel vrij veel aan de hand wat dat betreft. Ja. Als je kijkt, bij de ChristenUnie eerst een kandidaat wethouder, later weer teruggetrokken. Raadsleden die zich op de lijst laten zetten en vervolgens zeggen, nou toch maar niet. Ze bedenken zich soms, hè? Niemand is verplicht om ergens aan mee te doen. Dus je moet ze ook de vrijheid geven. Want als je ze wel dwingt om door te doen, wil niet zeggen dat ze goed de boodschap uit kunnen brengen van je partij. Dus dat is altijd even wikken en wegen wat je doet. Ja. En dat zijn die omwegen. Nou ja, dat zijn de omwegen. Ja. Wat is trouwens, want ik begrijp bij de SGP is het motto... een stem voor de SGP is een stem voor het leven. He, dat is landelijk, geloof ik. Ja. Dan hebben jullie ook een lokaal... We hebben betrokken en bewogen. Ja. Betrokken en bewogen. Ja. En bij de Partij van de Arbeid? Hebben jullie een motto? We hebben op dit moment nog geen motto. want dat wordt later uitgerold. Oh. Het is, is dat niet een beetje erg laat? Nee hoor. Nee? Met het oog op de verkiezingen? Ja, nee, maar die zijn 21 maart. Je hebt nog tijd genoeg.
Nou, dat heeft tijd genoeg, maar ik bedoel van je moet op de momenten zijn die je toe doen. En wij vinden je moet niet te vroeg beginnen. Oh nee? Nee. Oh. Dan ben je bang dat je te vroeg piekt. Nou nee. Ja. Dat moet je zorgvuldig kiezen. Je doet met de verkiezingen doe je natuurlijk altijd een tandje extra. Ja. Maar we hebben wel een consequente campagne, ook via Facebook, et cetera. Ja, maar dat tandje bijzetten, nou, dat hebben we van gezegd. Nou, dan gaan we dan nog niet alvast in januari doen. Daar gaan we wat later mee beginnen. Oh ja. Maar want ik zie ook nog helemaal geen namen op verkiezingsborden in de gemeente verschijnen. Nee, borden staan er is wel dat. Wat dat betreft leeft het ook gewoon. Jawel, het leeft nog. Wel. Alleen, ik deed. Ja, volgens mij is er altijd zo. Ja, nou, iets van 6 weken voor die tijd. In week nummer 5 komen de aanplakborden. Wanneer? Week nummer 5. Oh, week 5. Nou ja. Dus, en dan kunnen we vol los. Kijk, en als die dingen er staan, dan ziet ook iedereen van, hé, het gaat weer beginnen. Ja. En dan is het voor ons ook tijd om je ziet nu al de datums naar voren komen, waar het lijsttrekkersdebat is. En, want dat is 19 maart volgens mij, in de Voorvechten. Ja. Nou, dan is er nog een debat op 12 maart. In Slagharens kwam ik nog iets tegen. Dus ja dan is er weer van alles. Er zijn heel veel organisaties die dan ook van, hey, er zijn verkiezingen, laten we ook wat gaan organiseren. Ja. Dus er zal nog van alles voorbij komen. Precies. Ja. Maar dat is wel een beetje voor ons, hè, voor de partijen. Ik denk minder voor de burgers. Die houden rekening met de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, de organisaties die dat organiseren, die vertegenwoordigen een achterban. Wel en dat is misschien wel een bepaald belang wat ze vertegenwoordigen. Ja. Maar zij willen wel graag weten van wat vinden die politieke partijen van hetgeen waar wij voor staan. Ja, die willen know-how. En ja, welke organisaties doel je dan? Nou, LTO is een club. Maar ook de natuurvereniging zijn er mee bezig. IVN, die zijn daar ook mee bezig? Ja. Oké. Dus er komt nog heel wat aan. Dus zeker. Ja. En wat hebben jullie als de doorgewinterde raadsleden voor advies voor Bert Hutten? Hoe kan die de campagne aanpakken? Hoe win je de meeste stemmen? Dat is gewoon, ja. Mensen prikken er doorheen als je anders voordoet dan dat je werkelijk bent. Dus Maar kan je dat, is dat zo? Zijn jullie gewoon zoals je in het dagelijks leven ook bent? Altijd. Ja. En dan ervaar je waardering, zeg maar, aansluiting. Ja. Ja, maar mensen hebben gewoon in de gaten als je toneel zit te spelen. Nee, dat hebben ze denk ik ook. Daar prikken ze door zo door. Ik merk dat gewoon, in het dagelijks leven heb ik een winkeltje en als ze straks asperges verkopen, dan heb je ook vele mensen die even komen vragen, hey, je zit toch nog wel in de politiek en kijk je daar nog naar of doe je dit nog? Oh ja. Ja. Nou en dan neem je dat neem je zo mee. Hoort. Ja, want dan hoor je echt de dingen die erom doen. Die hun op het hart liggen. Maar wat maakt dan een raadslid een goed raadslid in jullie beleving? Naar het volk. Ja, maar wanneer doe je dat? Mag ik er wat van zeggen? Ja, zeker. Want even nadenken hoor. Nou goed, we hebben dan welzijn als speerpunt en ik heb die armoede net al genoemd, omdat jij dat zo zei, de eenzaamheid, jeugdzorg. En toen hoorde ik allerlei partijen, ik lees ook wel wat er aan geschreven wordt, en denk van ja, die roepen dat ook allemaal. Eigenlijk wel een beetje, hè? Jeugdzorg en de welzijn, dat is belangrijk, zijn belangrijke speerpunten voor alle politieke partijen, denk ik. Maar dan gaat het erom. Ja, oké, je kunt wel roepen, maar doe er dan ook wat aan. Ja, en merken de mensen dat je ook daadwerkelijk dan je invloed uitoefent en met plannen komt. Maar hoeveel invloed heb je als je met één zetel
Nou, dat kan heel veel. In de gemeenteraad. Als het 50-50 is, dan kan die ene zetel natuurlijk de doorslag geven. Ga je niet uit, maar dat kan. Als je echt, goede argumenten hebt, kan dat, kan dat lukken. En je kunt agenderend zijn. Ik bedoel, als je in je eentje bent, kan ik me zo voorstellen. En het is iets wat je of vanuit je achterban of vanuit jezelf heel erg bezighoudt. En je zegt van nou, dat voelt niet goed, dat moet anders. Nou, dan sta je daar ook als jezelf een pleidooi te houden om iets te veranderen. En er wordt wel naar je geluisterd. Ja, dus daar zijn wel kansen. Nou, dat hopen we dan. Ja. Vooropgesteld dat je geen onzin verkoopt. Nee, je moet wel degelijk met argumenten komen. Goede argumenten hebben. En duidelijk overtuigend overkomen. Maar ja. dat is natuurlijk logisch. Ja. Anders haken de mensen ook zomaar af. Ja. Maar als je een boodschap hebt, ja, natuurlijk. Dan kun je er zelf voor zorgen in je overtuiging dat men naar je luistert. En dan is het niet jouw ene stem, maar dan zijn er misschien wel meerdere stemmen. Ja. Die zeggen, hé, maar dat is een goed verhaal. Daar wil ik ook mee verder. Wat mij nog wel is opgevallen, en we ontkomen er niet helemaal aan. Je zit bij een vrouw aan tafel. Ja. De SGP heeft een kandidatenlijst met 12 namen, maar het zijn allemaal mannen. Ja, nou dat komt gewoon zo uit. Daar zijn geen dames die de behoefte... Statistisch, nee. Nou, eerlijk gezegd is het wel zo. We hebben gekozen. Er zijn dus inderdaad geen vrouwen die daar zich voor hebben verkiesbaar gesteld. Zijn er wel vrouwen lid van de... Ja, volgens mij zijn er al wel vrouwen lid. Maar er zijn heel veel vrouwen. Ik las in de krant dat jullie lijsttrekker in Amsterdam is een jonge dame van achterin. Ja, en er zijn er meer. In Vlissingen zijn een aantal dames op de lijst. Ja, want het moet nu ook. Hè. Dat is gewoon nu wettelijk geregeld. Ja, dat is wettelijk geregeld. Ja. Maar in Hardenberg nog geen animo. Nee. Eerlijk gezegd, we hebben als... ik zit dan ook bij die bestuursvergadering. We hebben gewoon één afdeling en dan vergaderen we ook samen. We hebben ook tegen elkaar gezegd, misschien is het ook wel goed zo. En dan kijk je natuurlijk naar je eigen achterban. Nu nog even geen vrouw. Ik ben helemaal niet tegen vrouwen. Ik kom zelf uit de GPV-afdeling, zeg maar. Dus vroeger CU gestemd en nu dan SGP. Daar hadden we ook vrouwen op de lijst. Ja. Carola Schouten is nu daar ook... Dus wat jou betreft... is helemaal geen probleem. Zou het kunnen. Maar wij vonden het wel verstandig. We zeggen, oké, nu even niet. Nee. Maar het kan maar zo dat er op een gegeven moment de komende serie 4 jaar verder zijn... wel een vrouw op staat. Er is helemaal een hoop voor ons, Annie. Oh, gelukkig. Nee, maar dat zijn die dingen die zijn van ouds zo gegroeid vastgehouden. Ja. En op een gegeven moment is dat niet reëel meer. Nee, dat is ook zo. Je zou verwachten, als je een nieuwe afdeling begint, dat je het dan gelijk ook... Dat is een keuze, een afweging. Ja. Of de huppakee, de knuppel. Dat is dan toch misschien wel een knuppel in het hoenderok, omdat toch... Ze hebben niet genoeg vrouwen. Ze zijn nog niet zo Ze zijn denk ik nog niet zo gewend. Dat vind ik misschien wel wijs en verstandig wezen. Ja. Tenminste, voor mij, rustig aan. Ja, wij vinden van vrouwen en mannen zijn voor ons gelijk. Dus er kunnen vrouwen in, er kunnen mannen in. Ja. Ja. Dus, in principe bij ons ook, want het is politiek. Ja. We moeten qua tijd langzamerhand tot een afronding komen. Ik wilde met Annie nog heel even hebben. Even terug naar je eindejaars toespraak, zou ik het maar noemen. Ja, het cadeautje wat jullie hebben gekregen voor Sinterklaas. hoe kwam je daar nou op om het een cadeautje te noemen? Hoe zou je het anders moeten noemen? Het stoppen met de beheersdienst. Het is toch wel een beetje stokpaardje van op koers geweest. Ja, de bestuursdienst, ja. Ja, de bestuursdienst. Wat zei ik? Beheersdienst. Oh, beheersdienst. Nee, bestuursdienst. Om een Hardenberg. Dat is een beetje het stokpaardje van op koers. Ja. Heel lang opgehamerd van jongens, houden mee op, want het levert dus niks op. Voordat het al ging ontstaan, hebben we daar al bovenop gezeten. Dus jullie zijn helemaal blij? Helemaal blij? Nee, natuurlijk niet. Maar het moet nu nog goed opgelost worden. Dat is, dat is het cadeautje. Als het goed is opgelost... Ik wil zeggen, het was toch een cadeautje. Dat is het cadeautje. Met het cadeautje ben ik blij, maar... Ja, natuurlijk. Maar, nee, maar goed. Je moet dat goed doen, in goed overleg. Ja. Maar we vinden dat het zo niet verder moet. Dus, nou ja, daar was de raad... Daar waren jullie het eigenlijk ook mee eens. Ja. Kan je... Je zei net ons motto... Het motto van de Partij van de Arbeid komt nog. Ja. Maar je kent het dan wel? Jawel, ken ik wel.
Kan je het nu alvast bekendmaken? Nee. Nee? Nee. Omdat? Nee, nou, hebben jullie zo'n spannend motto? Nee, nou ja, goed, dat is gewoon de afspraak. Oh, dat is de afspraak. Ja. Oh, oké. Goed. Als laatste nog een tip voor meneer Hutten. Een van jullie? Nou ja, we hebben net al een tip gegeven. Ja, gewoon jezelf blijven, dus ja, dat blijft nog steeds van kracht. En dat is het eigenlijk ook. Ja. Nou ja, dan wens ik jullie allemaal heel veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dank je wel. Goed zoveel stemmen binnenhalen, een hoge opkomst. Ja, dan komt het helemaal goed. Aanwerken. Ja. Voor onze kijkers, bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer bij bijzijn van de partij. Dank u wel. Rijn, bedankt. Annie, bedankt. Ja, graag gedaan. Bert, ook bedankt. Ja, dank u. Graag gedaan. Mooi.